Van harte welkom allemaal, hier in Rotterdam, mijn stad. De stad die altijd in beweging is. Niet zo lang geleden was het een centraal station nog een bouwput. Voor de mensen die vandaag met de trein zijn gekomen, en ik denk dat dat er veel zijn, hebben kunnen zien dat dat nu anders is. Nu is het centraal station een icoon van Rotterdam. Het toonbeeld van de vooruitgang van onze stad. En tegelijkertijd kunnen we niet achteroverleunen. Er is nog heel veel werk te doen hier in Rotterdam. We zijn allemaal volop aan het campagne voeren de afgelopen tijd. Hier in Rotterdam is dat natuurlijk niet anders. We gaan elke dag de straat op om campagne te voeren en om in gesprek te gaan met de Rotterdammers. En ik ben er heel trots op dat ik deze 60 hier in Rotterdam mag vertegenwoordigen. En waarom ik dat met hart en ziel doe, wil ik vandaag graag met jullie delen. 48 jaar geleden, dames en heren, verhuisden mijn ouders vanuit Marokko, vanuit een klein dorpje aan de grens met Algerije, naar Nederland. Zij wilden mij, mijn broers en mijn zussen alle kansen bieden op een beter leven. Die kansen lagen volgens hen hier in Nederland. En al kwamen ze hier niet vandaan, ze vonden wel al snel een thuis in deze prachtige stad. Eerst in Rotterdam-Noord en later in Delfshaven. Een wijk met hardwerkende mensen die net rond konden komen. Als kind stond ik er niet bij stil, maar met terugwerkende kracht besef ik me hoe bijzonder het was, hoe snel mijn ouders dit nieuwe leven zich eigen maakten. En hoe snel er een hechte band ontstond tussen hen en onze stad Rotterdam. Toen mijn ouders hier net naar Nederland kwamen, spraken ze nog geen Nederlands. Maar ze zochten wel al heel snel de verbinding met de buren. Mijn moeder had van haar moeder geleerd dat eten verbindt. En dat gebruikten ze om kennis te maken met de buurt. De ene keer nam ze Marokkaanse koekjes mee en de andere keer heerlijke couscous. Nou, ik kan jullie vertellen dat ze heel warm werden ontvangen, die koekjes. In die tijd was dat nog best bijzonder. Dat soort vriendelijkheid maakte dat zij en mijn vader al heel snel een plek vonden in de wijk. Zo simpel kan het soms zijn om verbinding te maken met mensen. Het verhaal van mijn ouders is in zekere zin het verhaal van Rotterdam. Van mensen die al honderden jaren hier naartoe trekken in de hoop op een beter leven. Die met hard werken onze stad hebben gemaakt tot wat ze is. Rotterdam is van iedereen. Van al die mensen van bijna 180 verschillende culturen. Dat is mijn diepste overtuiging. En ik wil en ik kan niet geloven dat mijn ouders mij naar de verkeerde plek hebben gebracht. Zelfs al zijn er partijen die ons tegenwoordig anders willen doen geloven. Daar teken ik niet voor. Ik zie nu met welke gretigheid sommige partijen voor het uitsluiten van mensen, voor het uitsluiten en wegzetten van mensen zijn. Partijen die verdeeldheid zaaien, rollen nu over elkaar heen. Denk bevestigt mensen in het beeld dat ze er toch niet bij horen. En dat afzonderen beter is dan meedoen. Nou mensen, niet in mijn stad. Met alles wat er in mij zit, ga ik hier tegen strijden. En wat te denken van de PVV, die onze burgemeester wil afzetten vanwege zijn dubbele nationaliteit. En dan Leefbaar Rotterdam. 4 jaar geleden nog wat rechts, maar bovenal een volkspartij waar wij toen nog mee samenwerkten. En nu verbinden zij zich
aan Forum voor Democratie. Een partij die een relatie legt tussen ras en IQ. Een partij met een voorman, met een enorme ego. Want hij is ervan overtuigd dat vrouwen die hem nee verkopen eigenlijk ja bedoelen. En nu wil Leefbaar Rotterdam dat de Turkse supermarkt plaats maakt voor de Nederlandse groenteboer. Hardwerkende ondernemers die gewoon te horen krijgen dat ze hun winkel maar beter kunnen sluiten. Dat ze hier niet thuis horen. Dat is niet de stad waar wij als D66 jaren aan hebben gebouwd. En dus is het belangrijk, dames en heren, dat D66 de komende verkiezingen ook hier in Rotterdam de grootste gaat worden. Zoals mijn moeder de verbinding zocht door bij de buren langs te gaan met eten, zoek ik die verbinding in wederzijds vertrouwen. Koken kan ik helaas nog niet goed. Ik sta voor een Rotterdam waarin iedereen dezelfde kans krijgt om een goede start te maken. Dames en heren, een kwart van onze kinderen hier in Rotterdam groeit nog steeds op in armoede. Als je mij vraagt, is dat een kwart te veel? Elk kind verdient een gelijke kans om zijn of haar dromen na te jagen. En om iets van het leven te maken. Zoals ik die kans ook heb gekregen, verdient elke Rotterdammer die. Dames en heren, D66 staat voor verbinding. En wij zullen ons daarom altijd afzetten tegen verdeling. We kunnen wel voor nieuwe banen zorgen in deze nieuwe stad. Of in deze stad, excuus. Maar als die niet voor iedereen toegankelijk zijn met Marokkaanse en Turkse achternaam, dan zijn we geen stap opgeschoten. Ik wil het vertrouwen dat je met hard werken ergens kunt komen terugbrengen. Kansen, daar draaien deze verkiezingen om. Kansen om op te groeien in een gezonde stad met schone lucht. Het beste onderwijs voor iedereen. En waar iedere Rotterdammer zijn of haar talenten kan ontplooien. We hebben de afgelopen jaren, 8 jaar, laten zien dat verbindingen leggen loont. Door mensen vertrouwen te geven. Vertrouwen in elkaar. En dat gaan we nu niet laten afbreken. Dank jullie wel.